Het was 19 juni. 19 juni 2020. Toen we het verbod kregen van de burgemeester in Den Haag om te demonstreren op het Malieveld. Jeroen Pons ging naar de voorzieningenrechter en die was er vast van overtuigd dat wij met het grootste recht van demonstratie in Europa, dat dachten we zelf altijd, wel even dat Malieveld zouden kunnen, nou bezetten niet, maar dat we daar in ieder geval konden demonstreren. En er waren zo'n 20.000 tot 30.000 mensen onderweg. En ik had een berekening gemaakt, dat Malieveld is 200 bij 300 meter. Als je dat maal doet, dan kom je op 60.000 vierkante meter. En de fout die de burgemeester Remkes toen maakte, ja, het is eigenlijk heel kinderachtig, is dat als je de afstand gaat berekenen, 1,5 meter, is dat wat heel veel mensen dan doen, is dat ze 1 mannetje nemen, maal 1,5, om de persoon heen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want als wij naast elkaar staan op 1,5 meter... dan staat die ander naast jou ook automatisch op 1,5 meter. Dus dat vergt een iets andere berekening. Toen ik die berekening de week daarna aan de politie liet zien, toen zei hij, verdomd, je hebt gelijk. Er kunnen veel meer mensen op. Maar zelfs met de berekening van Remkes hadden er makkelijk 20.000 mensen op het Malieveld kunnen staan. Zelfs als je die 1,5 meter zou willen houden. Dus het werd afgewezen en toen stonden wij voor een heel groot dilemma. En op dat moment waren we nog viruswaanzin. En wij stonden voor een dilemma. Moeten we naar het veld, waarvan we zeker wisten dat we gearresteerd zouden worden? En we kozen voor het laatste. En ik heb het mezelf heel lang verweten. Want ik voelde me heel schuldig uit die studio, dat ik in de studio stond. En zeker toen ik de beelden daarna zag van de mensen op het veld. Dus bij deze kan ik eindelijk na een jaar in ieder geval mijn excuses aanbieden dat ik er in ieder geval niet was en dat wij er niet waren. Maar we hebben het met de beste intenties gedaan en daar mag je op vertrouwen. Die boodschappen gingen in ieder geval Nederland over en veel meer mensen werden wakker. Dus in die zin was het wel de meest intelligente keuze. Maar emotioneel voelt dat dan toch anders, want wij waren er niet bij. Maar we hebben de beelden gezien. Wie van jullie waren er vorig jaar bij op 21 juni? Wauw. Want met name voor jullie is dit bedoeld. Want jullie waren de eerste die toen opstonden. En vele van jullie hebben toen... Ja, even een heel groot applaus voor al die mensen die er vorig jaar bij waren. Want dit waren de mensen, vergis je niet. Er waren 20.000 tot 30.000 mensen onderweg. Uiteindelijk is de schatting dat er zo'n 10.000 mensen in totaal waren. Die zich niets aantrokken van het verbod. Omdat we weten dat wij in dit land het recht hebben om te demonstreren. Verbod of niet. En dan kom je in dat spanningsveld waar we afgelopen jaar tegenaan zijn gelopen. Dat de politie wil faciliteren, maar krijgt vaak opdrachten van hoge hand. Wie heeft mijn post de laatste dagen gezien over meneer Van Zanen? Die liep vorige week. En nogmaals, ik vind het prachtig dat hij het doet. Hè? En Willem-Alexander ging even naar de markt weg. Mijn oude wijk. En daar liep hij gewoon doorheen. Ik dacht, wat stoer dat de koning gewoon Transvaal ingaat. Okay? De meeste gemiddelde burgers durven daar niet eens te komen. Maar hij werd begeleid, heel goed, hij werd persoonlijk begeleid en beveiligd door meneer Van Zanen. En die loodste hem door die hele gevaarlijke Transvaalweg heen. En natuurlijk kun je geen 1,5 meter daar houden. Dat is totaal onzinnig. Dus alle begrip daarvoor. Maar dan niet je medewerker mij laten vertellen dat het alleen maar kan op 1,5 meter. Dus in ieder geval geen applaus voor Van Zanen. Maar we gaan weer woppen, wopverzoeken indienen en gewoon druk blijven zetten tot het begint te piepen en kraken. Terug naar vorig jaar. Er kwam toen aan het einde van het Malieveld van de A12 kwamen de voetbalfans kwamen erop. En wat heel bijzonder was, is dat meerdere clubs samen waren gesmolten die normaal gesproken elkaar nou niet zo graag mogen, zeg maar. Maar die zagen dit ook wel aankomen. En die maakten letterlijk een linie. En die hebben de burgers tot een heel groot deel beschermd. Want ik beweer nog steeds, na het zien van alle beelden en de analyses, als die voetbalfans er niet waren geweest, was het drama nog veel en veel groter geweest. Even een heel groot applaus voor al die voetbalfans die later uit werden gemaakt voor hooligans. De enige hooligans die wij vorig jaar hebben gezien, dat waren de hooligans die hier verderop terug in het politiebusje stapten. En dat waren de zogenaamde Romeo's. Tot dat moment kende ik ze ook niet, maar daarna werden ze heel berucht. Inmiddels worden ze zelfs herkend en beginnen mensen handtekeningen aan ze te vragen. Hé, jij bent die Romeo! Dan zie je ze heel schuchter zo weglopen.
Inmiddels is wel duidelijk, mensen, dat de politie hier eigenlijk... Ja, natuurlijk, er zijn altijd een paar agenten die buitensporig geweld vertonen. Maar het grootste deel, en dat geldt ook voor alle mensen, dat geldt ook voor de politie, de meeste van de politie deugen. En daarom wil ik je toch, en ik weet dat sommige mensen dit niet willen, ik vraag het toch altijd, voor die agenten die deugen, geef toch even een applaus, want ze staan er toch weer allemaal. En de meeste van hun staan hier gewoon op Vaderdag, oké? Dus even een groot applaus. Ze staan er toch. En ik blijf zeggen, mensen, de meeste agenten die ooit zijn begonnen, ronduit 99% is echt begonnen om de wereld beter te maken. Ik ken er een heleboel persoonlijk inmiddels en die gasten, met de fouten kom ik niet aan tafel te zitten, zeg maar. Maar ik ben ervan overtuigd dat die nog wel een keer op een gepaste wijze bestraft zullen worden. Okay? Dus uiteindelijk, de voetbalfans kwamen het veld op en liepen richting het Centraal Station. En wat niet de bedoeling was, dat hebben we later van die voetbalfans begrepen, is dat mensen achter ze aan zouden komen. Wat de voetbalfans wilden, is dat in ieder geval de agenten die kant op zouden gaan, zodat het Malieveld beschermd werd. Maar wat er gebeurde is dat toch veel mensen achter ze aanliepen en zo kwamen ze hier bij het station terecht. Nou, die beelden zijn bij heel veel van jullie bekend. Wat er gebeurde voorafgaand, dit weten maar heel weinig mensen, is wij moesten natuurlijk alles naar de studio brengen. En ga maar eens in 2 dagen een studioopname maken om al die sprekers aan het bod te laten. En inmiddels was het zover dat we wisten dat we afgeluisterd werden. Oké, die WhatsApp, alles werd afgeluisterd, daar hadden we inmiddels bewijs van. Dus wat we letterlijk deden is zonder telefoons zijn Anna Zeven en ik tot diep in de nacht persoonlijk, zonder telefoons, persoonlijk de uitnodigingen en de adressen gaan brengen naar de sprekers van die dag erna. Kun je je voorstellen? Dus tot diep in de nacht waren we bezig en zo kwamen uiteindelijk alle sprekers daar toch terecht. Wat we inmiddels weten is dat de groep die hier voor de politie, vanuit de politie werd gestuurd, was niet de vaste groep van Den Haag. Dus we zijn nog steeds bezig met een onderzoek. Er loopt een WOP-verzoek, wat nu al maandenlang wordt uitgesteld, van wat is er gebeurd, bestuurlijk gezien, vorig jaar. En we gaan net zo lang door tot we de antwoorden hebben. Want wat we weten is dat het niet de club uit Den Haag was, maar dat er andere politiekorpsen zijn ingezet om hier in ieder geval dat aan te geven. Dat heb ik vanuit politieagenten eerste hand gehoord. Okay? Nou, vervolgens zijn we nu een jaar verder. We staan hier weer, weliswaar op een ander veld, maar ik ben hier niet heel erg rouwig om. Want we staan hier heel symbolisch precies met het uitzicht op het Malieveld, waar nu de veteranen aan het opbouwen zijn. En hier de binnenstad van Den Haag. Wie waren er gisteren bij Vrouwen voor Vrijheid? Ik ben daar gisteren geweest, het laatste uurtje. We wilden bijna niet gaan dat we geen tijd hadden. En toch gingen we naar Vrouwen voor Vrijheid. En de sfeer was fantastisch. Het was geweldig. En wat roepen sommige mensen? Ja, dit slaat nergens op. Weet je wat mijn woord is? Het slaat nergens op. Doe het dan zelf. Dus kap met al je kritiek. Er is iets voor iedereen. Ga zoveel mogelijk naar alles wat bij jou past. En het liefst is dat alles. Van wie dan ook, waar dan ook, mensen. Wat ons betreft is dit nog lang niet gewonnen. Het gaat nog beginnen. We gaan naar de sprekers, mensen. We hebben fantastische sprekers. Eén met een knipoog naar natuurlijk vorig jaar. Sommigen zijn dezelfde sprekers, maar ook nieuwe sprekers zijn opgestaan. En één jonge dame was daar. En één van die dames die toen is opgestaan, is die nu voor jullie gaat spreken. Geef applaus voor Bianca Wacht. Allereerste demonstratie van viruswaarheid. Toen nog viruswaanzin. Wat zou hij groot gaan worden? Er werden wel 50.000 mensen verwacht. En voor al die mensen voelde het zo belangrijk om te gaan. Ook voor mij. Het was die hele krachtige, vastberaden en hoopvolle sfeer eromheen. Maar voordat ik ging, ging daar wel het een en ander aan vooraf. Sommigen van jullie weten het al. Maar ook ik was een van die mensen die Rutte en de jongen geloofden over dat zogenaamd heel gevaarlijke virus. De eerste weken liep ik zelfs met een boog om mensen heen. Met een veel te dikke sjaal voor mijn neus en mond. Terwijl het zweet van mijn voorhoofd en rug liep. En deed ik zelfs mijn beklag bij de bedrijfsleidster over een verkouden medewerkster. Maar dat veranderde al snel. Want mijn partner
verwees mij naar de website van Viruswaarheid. Waar ik nog nooit over gehoord had. Dus ik nam daar een kijkje. Ik las en ik las en ik las. Ook op andere websites en andere kanalen. En toen was hij daar. De schokkende waarheid. Mijn eigen overheid leek niet te vertrouwen te zijn. Door deze ontdekking voelde ik zoveel verontwaardiging en onrecht dat ik dit niet zomaar kon laten gebeuren. Ik wilde hiertegen gaan demonstreren. Maar opeens was daar voor velen die teleurstelling en het ongeloof. De demonstratie van viruswaanzin was opeens verboden. En dat nieuws kwam bij heel veel mensen hard aan. Een deel van de demonstranten besloot deel te nemen aan het alternatieve online programma van de demonstratie. Maar duizenden mensen besloten toch naar Den Haag te gaan. Waaronder ik. Ik was vastberaden, want ik had een demonstratierecht. Ik moest en zou hier tegen demonstreren. Het was te belangrijk en het was eigenlijk gewoon een principe kwestie geworden. De dagen daarvoor lag ik wakker in bed. Geen idee wat me te wachten stond. Ik had nog nooit gedemonstreerd. En zeker niet op een verboden demonstratie waarin de media door burgemeester en politie al een hoop geweld werd beloofd. Maar toen was het zover. Ik stapte op de trein. Zonder mondkap, met knikkende knieën, trillende handjes, mijn hart in mijn keel en vertrok naar Den Haag. Bij aankomst wist ik niet wat ik zag. Wat een overmacht aan politie. Zoveel politie had ik bij elkaar nog nooit gezien. Er was een nare en dreigende sfeer. Ik stapte het Malieveld op. Er zaten wat groepjes andere mededemonstranten. En we werden er door de politie al gauw stuk voor stuk weggestuurd. Met de boodschap dat als we niet zouden vertrekken, we gearresteerd zouden worden. Het werd mij nu ook in de praktijk pijnlijk duidelijk. Ons demonstratierecht was ons ontnomen. We, een vriend uit Den Haag en ik, besloten naar het Binnenhof te gaan. Om daar bloemen neer te leggen met een kaartje eraan. Met daarop de boodschap: RIP democratie. En dat was het letterlijk. De bevolking had niets meer in te brengen. Onze democratie was gestorven. Bij het Binnenhof aangekomen, werden we direct het Binnenhof afgestuurd door de politie en werden we verzocht onze bloemen mee te nemen. En de rest van de bloemen, die waren zelfs al verwijderd. Zelfs bloemen neerleggen was verboden. Op naar de Tweede Kamer. En na goed om mij heen gekeken te hebben, of de politie het niet zag, legde ik daar de bloemen met de boodschap voor Hugo en Mark neer. RIP democratie. Vele mensen die ik niet kende volgden. En er ontstond een zee van bloemen voor de Tweede Kamer. Eerst was demonstreren verboden. Nu opeens mochten mensen toch wel heel even demonstreren op het Malieveld. Hoe lang zou het geweest zijn? Een uur? Maar wauw, wat een mooie mensen en wat een mooie sfeer. Toch besloten we even later naar de auto te gaan. En wat er zich in de tussentijd afspeelde, vergeet ik samen met jullie nooit meer. Na het demonstreren besloten de demonstranten naar het station te gaan, richting huis. Er was niets aan de hand. De sfeer was goed. En toen gebeurde het. Opeens waren er bij het station allemaal zogenaamde voetbalsupporters.
Of waren het gewoon Romeo's die met de ME vochten? Het was allemaal wel te toevallig dat de boel tussen hen escaleerde. Op de Koekamp was niet alleen ME, maar er waren ook politiehonden, politiepaarden. Oude mensen, vrouwen en kinderen werden met grof geweld geslagen en gearresteerd, terwijl zij geen kant op konden. Terwijl mensen al naar het station waren gegaan om naar huis te gaan, bleken zij helemaal niet naar huis te mogen. En werden onder bedreiging van ME'ers, politiehonden en politie te paard teruggedreven als vee, om vervolgens met 400 mensen op het Malieveld, omsingeld door ME'ers en politie te paard, ingesloten en gearresteerd te worden. Tijdens het halen van de auto zagen we de schokkende gebeurtenissen. Bij het wegrijden keek ik uit het raam en zag ik in de verte nog wat zich daar afspeelde. Ik huilde om wat er die dag, daar die middag gebeurde. Maar ook omdat ik nu wist wat er gebeurde in Nederland als je demonstreerde tegen het beleid van de overheid. Die dag heeft er voor veel mensen voor gezorgd dat zij niet meer durfden te demonstreren. Die dag heeft mij doen besluiten, en veel anderen met mij, dat ik voortaan overal zou gaan demonstreren waar ik maar kon. Deze dag werd een start zijn van een waterval aan demonstraties tegen dit wanbeleid. Ik richt de viruswaarheid Midden-Nederland op en zou doorgaan met demonstreren, organiseren en actie voeren, totdat deze waanzin van wat er zich afspeelt zou stoppen. En dit wil ik ook zeggen tegen de mensen die door wat daar op het Malieveld gebeurde, of misschien wel een andere keer dat je demonstreerde, bang zijn geworden. Ga door je angst heen. Laat je de mond niet snoeren. Zwicht nooit voor tirannie. Niemand heeft gezegd dat je tafeltje gedekt zou staan als je zou gaan demonstreren tegen de overheid. En ja, wat daar in Den Haag is gebeurd en in Amsterdam, dat is verschrikkelijk. En dat is onmenselijk. En een schending van mensenrechten en onze grondrechten. Maar wij hebben nu een jaar met elkaar kunnen verbinden. Elkaar leren kennen. De politie leren kennen. Tegenwoordig ook wat vaker in positievere zin. Wij hebben geleerd hoe je demonstreert. Wij zijn niet meer die mensen van toen. Wij zijn ervaringsdeskundigen geworden. Wij zijn sterker. En we worden steeds massaler. Sta op voor je vrijheid en blijf je stem laten horen. Wij zullen ons nooit, maar dan ook nooit, de mond laten snoeren. Dus wat er ook gebeurt, wij zullen blijven opstaan en de waarheid naar buiten brengen over deze zones. En het mooie is, iedere dag worden wij samen sterker en groeien wij, zowel mentaal als qua aantallen. Dank jullie wel. Marie, bedankt voor het organiseren van dit mooie evenement. En ik weet dat jij dit niet zomaar kan regelen. Ik vind het erg knap. Ook applaus voor Marie daarvoor. Ik ben een uitgerangeerde, gesjeesde politieagent. Buiten functie gesteld inmiddels. En er lopen disciplinaire onderzoeken tegen mij. Maar ik zet dat binnenkort op mijn cv.